De bezetting komt eruit. U ziet, ze waren al ademlust om. De bevelvoerder aan zijn rode kap te herkennen. Die maakt een buitenverkenning. Die loopt om het gebouw heen. Om zeg maar de vraagstukken die hij heeft, om die beantwoord te krijgen. Zijn er nog mensen binnen? En waar moet ik de mensen zetten? Wat zijn de mogelijkheden om naar binnen te gaan? En waar moet ik vooral niet naar binnen toe? In die tussentijd zal hij ook met passanten vragen of er een melder is. Weten we wat er binnen aan de hand is? Weten we wat er gebeurd is? Nou, deuren worden geopend, een plan is gemaakt. En eigenlijk een plan met heel weinig zekerheden. We weten niet wat er aan de hand is, maar we gaan zorgen dat we die onzekerheden die we op dit moment hebben, om die rond te krijgen. We worden stralen klaargelegd om een binnenaanval te kunnen gaan doen. Ook hier weer wordt er gebruik gemaakt van hoogdrukstralen die een grote verneveling binnengeven zo gauw ze ingezet worden in vuur. Om zo snel mogelijk die temperatuur die we binnen hebben, om die zo mogelijk naar buiten dan te laten naar beneden te gaan om een zo veilig mogelijk inzet te kunnen doen. De adembescherming wordt aangekoppeld. En wat veel mogelijk ziet in een brandend huis, dat we overal kunnen kijken en zien waar de mensen of rommel ligt, dat is niet zo. Ze stappen van een goed zichtsituatie eigenlijk gelijk in een donkere situatie, want alles staat binnen onder de rook. Je kan ongeveer binnen nog een hand voor ogen zien, maar dat is ongeveer ook alles. Dus heel veel moet op intuïtie en op gevoel gaan. Wat ze nu doen, zeg maar, proberen ook de temperatuur, de rookgassen die naar buiten komen normaal gesproken, te koelen, om die